Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 10 februari 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Na de morsen in deze uitzending hebben we weer data. Speciaal voor Jurgen is dat net als gisteren 8 PSK 500 bij 750 hertz. Om hem de gelegenheid te geven met de instellingen te experimenteren is dat fragment wat langer dan gisteren. Na de data is er weer een klein plaatje in SSTV BW8. De afdeling Veron Centrum heeft een nieuwe locatie gevonden. Eerder werd al bekend dat de afdeling na tientallen jaren Fort de Gagel moet verlaten vanwege een andere bestemming van het bouwwerk. De afdeling heeft nu haar nieuwe honk in een pand dat ook in gebruik is bij scoutinggroep PK18. Dat is aan de Daalseweg in Utrecht-Zuilen. In het pand is ruimte voor een afsluitbare check. Verder is er gebruik van de bar voor clubavonden. Ook is beneden een grote ruimte die kan worden ingezet als vergader-, les- of verkoopruimte. Daarnaast is er nog een ruim lokaal dat kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld contesten. Terwijl er ook voldoende ruimte is voor antennebouw en opslag van antennematerialen. De afdelingscentrum plant om voor langere tijd op deze locatie te blijven. De Nederlandse zender de Mighty KBC stopt mogelijk met haar korte golfuitzendingen. De uitzendingen zijn niet rendabel en er zijn onvoldoende adverteerders. Het station zoekt nu behalve nieuwe adverteerders ook sponsoren voor haar uitzendingen. Als dat niet lukt, stopt de Mighty KBC met haar korte golfuitzendingen. De uitzendingen op 1602 in de middengolf en op DAB+ blijven wel gewoon in de lucht. De website van het station is kbcradio.eu, kilobravocharlieradio.eu aan elkaar vast. En mocht je zelf willen adverteren of een sponsorbijdrage doen, stuur dan een mailtje aan The Mighty KBC, zoals je het zegt, The Mighty KBC, @gmail.com. Het was al bekend dat er iets bij kwam en vandaag was het zover. PI3 UTR en PI2 NOS hebben er weer een ontvanger bij. Dit keer staan de extra oren voor de repeater in Coevorden. Het zuidoosten van Drenthe kampte al langere tijd met het probleem dat PI2 NOS niet goed bereikbaar was. Dit werd veroorzaakt door het plotselinge verdwijnen van onze ontvangstantenne in Hogesmilde. Als noodoplossing is in Hogesmilde daarom een antenne in gebruik die noodgedwongen binnen achter het raam staat aan de noordzijde van de toren. Alles behalve ideaal dus, zo schrijft hobbyscoop.nl. De ontvangers staan nu opgesteld bij de DMR-repeater PI1-CVD en dat staat voor Coevorden. De ontvanger van PI3 UTR heeft momenteel nog beperkt nut, zolang de zender van deze repeater op de Gerbrandytoren nog niet in de lucht is. Dat kan nog aanzienlijke tijd gaan duren. Overigens is de ontvanger voor PI2 NOS in Eindhoven sinds afgelopen weekend defect. De relaisgroep hoopt dat deze eind van deze week weer gerepareerd zal zijn. Zoals gewoonlijk is dit zonder garanties. Ook wil men onderzoeken waar het intermodulatieprobleem op deze ontvanger vandaan komt. Ja, en ik heb gisteren een kleine faux pas gemaakt door een artikel fout te citeren. De web-SDR-ontvanger die ik gisteren noemde blijkt niet een Nieuw-Zeelands, maar een Hongaars initiatief te zijn. Er zijn ook diverse Nederlandse amateurs met een web-SDR volgens dat systeem, bijvoorbeeld op 70 centimeter. Er is net als bij websdr.org een portalsite waar alle ontvangers op staan vermeld die op dat moment bereikbaar zijn. Van verschillende mensen hoor ik dat het systeem nog, zoals dat heet, in ontwikkeling is, maar het ziet er in elk geval niet heel gek uit. De portal is te vinden op sdr.hu, Sierra Delta Romeo. Hotel Uniform. Een APRS-ballon die is opgelaten in Texas is op weg naar Europa, zo melden verschillende bronnen. De ballon heeft als nummer Bravo Lima Tango, -42.1 en gebruikt de amateurroepnaam Whiskey 5 Bravo Tango Romeo. 11. Als zodanig is die ook op APRS te zien. Waarschijnlijk komt de ballon binnenkort bij de Franse kust aan, maar hij kan even zo goed in de buurt van Spanje of Nederland aankomen. De ballon heeft werd afgelopen zondag 7 februari opgelaten en heeft een APRS-baken op 145.390, maar ik denk dat het 144.390 moet zijn, want dat is de Amerikaanse APRS-frequentie. In de buurt van Europa zou hij automatisch naar 144.800 moeten schakelen, maar bij satellieten gaat dat wel eens mis. De foto's van de zonde aan de ballon plus een video van de oplating van de ballon zijn te vinden op www.whiskey5alphacharlie.net/bravo421.html. Ik zal het nog een keer herhalen. www.whiskey5alphacharlie.mike.net/bravo421.html. Ja, dan volgt nu de morsen, daarna de data en de SSTV.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Ken jij misschien PA5ROB? Bedoel je die gast uit Zaandam? Ja. Die vaak op de camping staat daar bij Apeldoorn. Jazeker. Die altijd op de camping 's avonds laat met de kat gaat wandelen? Inderdaad. Nee, die ken ik niet.